Nou, het is me gelukt. Ik heb me in mijn bed gehesen. Het is zaterdag. We hebben lekker een chill ochtendje gehouden. En ik heb net mijn robot aangezet. Want dat was gisteren met de bed gaan vergeten, heel stom. Dus die hoor je nu. En Sarah die heeft hem nu ook ontdekt. En die vindt hem helemaal geweldig. Die achtervolgde hem net heel de tijd. Maar tot nu toe lijkt hij wel wat te doen. We hebben hem net opengemaakt en toen kwam er toch wel aardig wat uit. Wauw. Dus ik ben benieuwd en ik doe hem dadelijk als de batterij leeg is, doe ik hem opladen. Wil jij even niet zo door mij heen praten? Wacht even op je beurt. Sarah, wacht even op je beurt. En dan doe ik hem weer opladen en dan zet ik hem ook nog een keer denk ik aan als ik vanavond wegga. Dan kan hij ook gewoon zijn ding doen totdat zijn batterij leeg is. Deze heeft geen dockstation, hij heeft een USB-oplader. Dus je laat hem gewoon op en daarna zet je hem neer. Dat vind ik deels ook wel fijn, want eerst dacht ik wil een dockstation. Of een dockstation is fijner, laat ik het zo zeggen. En Sarah, mag die tv wat zachter? Want hij staat bloeihard. Maar toen dacht ik, ja, dat staat dan ook weer ergens vast. En deze laat je gewoon op en dan eigenlijk kan je hem gewoon in de kast zetten. Dus dat is wel prettig. Ik zit in de auto nu met Sarah, we gaan naar mijn moeder toe. Ik doe daar nog even een theetje en dan ga ik naar huis, ga ik mijn haar doen, eten, mijn make-up en mijn omkleden. En Nadine haalt mij dadelijk op en die haalt Leila ook op als het goed is. En dan gaan we naar het feest van Julie en Patrick en ik ben zo verzekerd. En de vader van Luc gaat ook mee en nee, de vader van Lisa, Leila. Die zijn een beetje ziek, dus die blijft dan bij de kindjes. Dus maar ze kunnen toch ook bij opa en oma dan veren? Nee, maar als ze ziek zijn willen ze papa. Dus die gaat niet mee, die blijft dan thuis. En de vader van Livia en nog Dora? Dat weet ik dus niet zeker. Maar goed, het komt helemaal goed, anders zijn we de meiden onder elkaar. Dus ja, het komt helemaal goed. Ik kan niet wachten op make-up op hebben, want ik vind het echt... Ik vind het wel lekker om in mijn ogen te kunnen wrijven en zo, maar ik heb zoveel liever make-up op. Ik voel me dan zoveel lekkerder. Maar goed, vandaag lekker gerommeld in huis en zo. En was het even prima. Ik ben weer thuis en ik ga mijn krantzang even opwarmen. Ik eet simpel vandaag. Dus ik ga gewoon in de airfryer even wat te eten maken. En dan ga ik gewoon even heen en weer lopen. Dan zet ik hem vast aan. En dat hoef ik erin te gooien, dan hoef ik toch niet bij te staan. Dus dan kan ik ondertussen gewoon mijn haar doen. Dus die is bijna warm beneden. En nu is mijn krultang aan het opwarmen. Dus dan kan ik er zo eten in gooien. En dan moet ik over 10 minuten moet ik het even omgooien. En dan nog 10 minuten. Dus dan ben ik denk ik al wel een aardig stuk met mijn haar. Ik hoop wel dat het blijft zitten. Want mijn haar zakt altijd zo verschrikkelijk uit. Dus, ga je er nu wel vast moes in. Dan is het dadelijk wat droger al als ik het ga krullen. Deze krultang, ik vind hem wel heel fijn, maar hij duurt altijd wel even voor die opgewarmd is. Dus, zomaar even multitasken. Maar ik wil mijn haar ook niet te vroeg doen, want ja, dan is het al ingezakt voordat ik aankom. En dat wilde ik ook weer niet. Dus... Even lekker verstevigen vast. En hopen dat het goed blijft heel de avond. Ik ben klaar en dit licht maakt me echt heel eng bleek. Maar goed, het moet even. Ja, mijn make-up komt niet heel mooi uit zo. Maar ik vind een ander licht wel mooier. Ik heb deze jurk aan. Ik wilde eerst een andere jurk aan. Maar dat stond niet mooi. Deze is van Supertrash. Schoenen zijn van Doen. En dit is een heel oud vintage tasje van mijn oma. En ik ga even mijn spullen in mijn tas doen. En dan is Nadine als het goed is op het moment.
is me gelukt. Ik heb met mijn bed gehesen. Ik heb zelfs mijn make-up er gewoon netjes afgehaald. Dus ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!